Dit is dus prachtige gemeente Achtkarspelen van boven. Een gemeente met 28.000 inwoners. Met tolve prachtige dorpen waar die verenigingsleven, leefbaarheid en vrijwilligers heug in het vaandel zetten. Een mooi landschap, roem opzet, een protte grien. Een gemeente met echte waardpikken erin. Wat is de gemeente waar we ze horen? Hoe zien we de toekomst in 2040 voor u? Daarvoor hebben we jouw hulp nodig om die toekomst te bepalen. Ja, we staan hier in Droegeham. En hier achter mij, dit is het huis waar ik woon, together met mijn vriendin. En we hadden het huis onlangs gekocht en ik al wat opknapt. Ik heb mijn jeugddirecteur gebracht in Droegeham, mijn hele grote plezier. Ik wil eigenlijk oerl hennen weg boer. Maar ik heb vragen over de toekomst. Persoonlijke vragen zoals, op mijn bijen hier opgroeien, hoe, in wat voor soort dorp woon je dan? Mijn ouders woon op dit moment ik in het dorp, maar hoe komt het later als ze ouder worden? Dat zijn vragen die ik hou over de toekomst. Maar dan ben ik andere vragen die een rol spelen in uw gemeente. Natuurlijk is werkgelegenheid, economie en werk belangrijk, ik in uw gemeente. Maar als het gaat om bedrijventerrein, is het dan juist goed dat we wordt uitbreiding hebben of juist net? Ja, hierachter mis je om de basisschool in Droegeham, waar ik zelf ook op zetten ga. In elk dorp is er op dit moment een basisschool en er is een genoeg vatzet onderwijs in de gemeente. Maar hoe zorgen we er juist in 2040 ik vraag dat uw band toekomstbestendig onderwijs heeft? De middenstand is hartstikke belangrijk in alles dorp. Maar wat is volgens die de belangrijkste voorziening die het in een dorp onwijzig wijzen moet? Ja, het is helaas wat mistig. Het is als net wat te stellen, maar hier ga ik ooit mijn eerste baltje strapen bij de voetbalvereniging Droegeham. Maar ben er ook zaken op sportgebied die je missen als inwoners van Achtkarspelen? Of ben er juist dingen die het goed gaan? De zinnigrijden in Boetenpost. Hoe denkst u hoe de woordzaamheid? Op welke manier maar wie in Achtkarspelen uw energie opwekken gaan? Ja, wie ben je nou in Boetenpost? Bied op Halbesmastritten en je hebt je achter me hier dat gelukkig gebouwd wordt. En dat is goed nees, want ik in Achtkarspelen is de sprake van wenningnood. Show maar op Funda, er is haast geen wenning op dit moment mee te krijgen. Maar wie heeft geen hulp nodig? Want wie wil ik de toekomstige generatie, uw band en misschien wel bands band, in deze gemeente horen en ik een goed plak bieden? Waar is bijvoorbeeld behoefte aan? Op wat voor soort wenningen en op welk plak? Die vragen stellen we hem. Hey, Jared, al je hele belangrijke vragen over de toekomst van Achtkarspelen. Of het nou is op het gebied van economie, op het gebied van wijnen, op het gebied van duurzaamheid, middenstand, sport en gezondheid, neem het maar op. En we stellen die vragen juist nu om klaar te wijzen van 2040. We binnen als gemeente namelijk ondergang met het meidje van de nee om jouw visie. En die visie willen we hier net achter u op het gemeentehuis in Boetenpost meidje, maar die willen we juist te geren met Jim als inwoners meidje. Om op die manier een goede toekomst ik in 2040 van uw gemeente te halen. En hoe ken je hem input naar Jan? Vat die om jouw visie, begin naar de link die hem straks in beeld zorgen en jouw mening over de belangrijke onderwerpen die we krijgen besproken. Ik in ieder geval onder slag om hem in te filmen.